Welkom bij deze nieuwe video. Zoals je al kunt zien ben ik helemaal opgemaakt behalve mijn ogen. Want ik ga vandaag een magnetische wimper en eyeliner proberen. Ik heb hier een set van Ardell gekocht bij Boozy Shop. En het heeft zowel een magnetische lijn als magnetische wimpers. Ik heb al wel eens een aantal jaar terug, of in ieder geval heel lang terug, een video gemaakt over magnetische wimpers hier op mijn kanaal. Dat ging niet zo goed. Vanaf die video ben ik er ook gewoon helemaal mee gekapt. Elke keer wanneer ik zag magnetisch dit, magnetisch dat, dan had ik iets van nee, dat gaan we niet proberen. Dit is er nou ook al een tijdje. En ik zag laatst weer een video over dus weer zo van die magnetische wimpers en zo. En ik dacht bij mijn eigen, misschien is het weer tijd om het te gaan proberen. Want in die tijd was het echt net nieuw. Maar nou is het er al wel een tijdje, dus misschien is alles nou beter. Die wimpers die ik toen had waren ook maar voor de helft. Alleen maar voor in de hoeken. En ik heb echt bijna geen echte wimpers. Dus het was echt een en al een mes. De wimpers die ik nou heb zijn wel gewoon helemaal volledig. Dus dat is al een verschil. Dus ik dacht misschien is er in de loop der jaren is het allemaal een beetje upgegrade. En is het nou wel goed? In die video die ik laatst had gezien ging alles best wel goed. Ik maak de video ook weer echt vooral omdat ik weet dat heel veel mensen problemen hebben met wimpers opplakken. Dat blijft toch wel een issue voor veel mensen. En magnetische wimpers lijkt daar een makkelijk alternatief voor. Dus ik ben benieuwd of dat ook echt gaat zijn. Dus we gaan het weer proberen. Ik hoop echt dat het een stuk beter gaat dan die andere video. Dus laten we gewoon snel gaan beginnen met de video. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we gewoon snel beginnen. Voor de mensen die zich weer afvragen wat ik op mijn lippen heb. Een Morphe Sweet Tea Lip Pencil met Matte Liquid Lipstick van Jeffree Star Cosmetics. In de kleur Celebrity Skin. Een hele mooie nude kleur met een beetje een paarse ondertoon. Dat vond ik wel matchen met mijn hele grijzige thema die ik vandaag hier heb. Oké, laten we beginnen. Ik heb dus hier de set. Het is dus van Ardell. En het is een set met een paar wimpers en de eyeliner. In de andere video die ik had geprobeerd was er geen magnetische eyeliner. Dus dat is nieuw voor mij. Toen was het echt alleen maar magnetische wimpers. En dan moest je ze zo op elkaar plakken. En het was echt super moeilijk. En het was echt een mes. Maar nu hebben we dus een magnetische eyeliner. Die breng je aan. En dan breng je de wimpers daarop aan. En dan moeten die daaraan vastplakken. Dat is dus een beetje, ja, het doel ook. Er staat ook weer echt van alles op. De eyeliner is gewoon zwart. Er staat op easy to apply, dus makkelijk aan te brengen. Je hoeft geen lijm te hebben. Long lasting, dat ze lang goed blijven zitten. Waterproof en parabeen en latex vrij. Ik denk dat heel veel mensen dat ook wel fijn vinden. En je kunt ze ook echt vaker gebruiken. Dus dat is ook top. De wimpers zijn wel echt heel naturel. Dat vind ik persoonlijk niks. Maar ik denk dat heel veel mensen dat wel fijn vinden. Ik ben gewoon heel extreem en ik hou altijd van hele lange wimpers, maar ja, whatever. Die optie had je ook niet. Het was echt allemaal echt gewoon zo naturel. Je had iets van 3 verschillende of zo. En je kunt de eyeliner ook opnieuw bestellen, gewoon los. Dus mocht die op zijn, maar de wimpers zijn nog gewoon mooi, dan hoef je niet de hele set opnieuw te bestellen. Je kunt dan ook gewoon alleen maar de liner opnieuw bestellen. Dus dat vind ik ook top. Ik ben echt super benieuwd hierna, jongens. Ik ga even mijn haar naar achter doen. Hier achterop staat ook echt hoe je het moet aanbrengen. Zo. Dus het is allemaal goed uitgelegd hier. Daar ben ik wel blij mee. Dit is dan wat erin zit. Wimpers, kwastje en de eyeliner gel. Is het een gel? Ja, magnetische zwarte gel liner. Oké, je hebt dus ook op zich een best wel handig kwastje. Hij is ook echt best wel dun. Dus ik denk dat je hiermee echt wel een goede lijn kunt maken. Dus ik ga die gewoon gebruiken. Dan hebben we hier de zwarte gel. Oeh, die is wel heel klein. Kijk even hoe groot de pot is en hoe klein beetje gel erin zit. Waarom dan die pot zo groot? Oh, dit is wel echt heel naturel. Oh my god. Wimpers zijn altijd te lang voor mij, dus ik moet ze altijd knippen. Kan ik ze gewoon knippen? Ik denk dat ik er gewoon één trosje van afknip. Ja, of misschien mag dat niet. Ik weet nou helemaal niet of dat mag. Straks verpest ik hem of zo. Dus zal ik het gewoon niet doen. Ja, op zich is hij niet heel lang. Nee, mensen, ik ga hem niet knippen, want ik ben gewoon te bang dat dat niet de bedoeling is en dat ik dan verpest. En ik heb maar één paar en dan verpest ik de hele video. Ik ga even een beetje krullen eerst. Ik vraag me nou ook af of dat ik gewoon zoals altijd eerst mascara moet aanbrengen of dat het dan nou niet hoeft. Oké, er staat dus niet of je eerst mascara moet aanbrengen of niet. Mensen, ik ga gewoon een beetje mascara aanbrengen, want dat doe ik altijd. Ik gebruik mijn Kruidvat Lash Define Skinny Mascara.
Ik heb heel even snel veranderd van lens, want nou ben ik meer ingezoomd op mijn ogen. En dat is denk ik handiger om naar te kijken. Oké, we gaan beginnen jongens. Deze is voor rechts. Deze moet er dan zo op. Oké, ik ga dus beginnen met de lijn. Hier op de verpakking staat, breng 2 lagen aan. En terwijl die nog een beetje soort van half droog, half nat is, moet je de wimpers gewoon erop aanbrengen. Je kunt ook een wing maken. Je hoeft niet echt alleen maar een lijn te maken. Als jij van een wing houdt, dan maak je een wing. Ik denk ook dat ik een klein beetje een hele kleine wingetje ga maken. Mensen, ik ben zo benieuwd. Ik gebruik ook gewoon de kwast die erbij zit. Ik weet niet waarom, maar ik ben oprecht zenuwachtig. What the F. Hij voelt gewoon aan als een normale gel eyeliner. Oeh, hij is goed zwart. Hij brengt wel een klein beetje stroefjes aan. Oké, dit is dan laag 1. Hij is goed zwart, dat vind ik fijn. Nou ga ik laagje 2 aanbrengen. Er staat op dat je hem dus 2 keer moet aanbrengen. Oké, ik begin gewoon even met 1 oog. Dan doen we straks die andere. En je moet ze gewoon letterlijk er gewoon zo op aanbrengen. En dan moet hij als het goed is gewoon in 1 keer erop drukken. Dus ik ga het proberen. Spannend! Ik hoop echt dat dit werkt, jongens. Oh mijn god, hij houdt zich echt vast. Is hij nou vast? Ga weg. Hij zit gewoon echt vast, jongens. Shut the front door. Wow, dit ging echt super makkelijk, super snel. De wimpers zijn echt belachelijk natuurlijk, maar ze moeten echt een paar heftigere maken. Nee. Ik druk ze even samen met mijn echte wimpers. Dit ging echt belachelijk makkelijk. Dit is echt een stuk beter dan die andere die geen lijn hadden. Dan had je er 2 en dan moest je er eentje hier aanbrengen en de andere eronder. En dan moest je ze helemaal zo perfect op elkaar plakken en dat lukte echt voor geen meter. Dus dit is echt een veel beter alternatief. Hij zit ook gewoon echt goed vast, ook hier in de binnenste hoek. Wow. Het kwastje is by the way ook echt gewoon super goed. Oké, die wing is een beetje dik geworden, maar whatever, we just gonna roll with it. Ik ga hier dan de andere wimper aanbrengen. Oh my god. Dit is echt te makkelijk, jongen. Je kunt hem ook gewoon makkelijk weer opnieuw eraf halen en weer aanbrengen als je hem niet goed hebt aangebracht. Ik ben echt zo impressed. Dit ging zo makkelijk. Ze plakken gewoon gelijk vast. Ze zitten ook gewoon goed vast. Ook in de hoeken en zo. Maar ik moet wel zeggen, nogmaals, de wimpers zijn super naturel. En die wing is iets te dik geworden. Deze ging beter, maar dat maakt even niet uit. Ik denk dat echt vooral voor beginners, echt begin gewoon met dit. Het heeft gewoon echt nut. En je kunt hem gewoon weer zo makkelijk eraf halen. En weer gewoon zo aanbrengen. Ik ga nu ook even een beetje mascara aanbrengen op de onderste wimpers. Nou mensen, dit had echt nut. Kijk, ook ik zal even naar beneden kijken. Ze zitten gewoon echt goed vast. Wel heel naturel, vooral voor mij. Maar ik denk dat vooral voor beginners ook en zo, dit blijft super makkelijk plakken. Als ze de wimpers ook zouden maken in een hele heftige variant, is dit gewoon echt iets wat ik zou gebruiken. Dus ja, oh my god, I love it. Ik had dat zo niet verwacht. Oké, we zijn weer een beetje uitgezoomd. Mensen, dit pakket is echt een aanrader. Echt vooral voor beginners. Echt begin hiermee. Ze plakken super makkelijk op. Je hebt ook een aantal andere magnetische wimperstijlen die je ook gewoon apart kunt halen en dan gewoon kunt mixen met de gel. Of je haalt de gel apart als die op is. Want ik denk dat die best wel snel opgaat. Want het is echt maar een heel klein beetje. Maar dit zijn echt goede magnetische wimpers. En een goede magnetische gel. Alles plakt echt goed. I love it. Ik heb wel gezien in een andere video dat wanneer jij die gellijn te dun maakt, dan blijven ze niet heel goed zitten. Dus breng wel echt gewoon genoeg gel aan. Nou mensen, dit is dus echt een dikke aanrader. Ik ben zo verrast. Oh my god, maar I love it. Ik denk echt dat echt heel veel mensen hierbij gebaat gaan zijn. Dus ja, een dikke duim omhoog van mij. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. En ik plaats er 4 in de week, dus we zien elkaar heel vaak. Doei doei!